Dat inderdaad, was interessant, maar dat is wel iets waar ik me super thuis in voel. Omdat ik, allee, ik ben iemand dat ook puur persoonlijk ik, veel extreme gevoelens heeft. Eh, dat marcheerde ook wel op die film, want, want dat begint super rustig op een camping. En, en dat moet vrij sober en, en, en ja, wat, wat zalig beginnen op een of andere manier. zo rust, rusten. En dan moet je dat laten evolueren door de film naar een eh, complete chaos. En, 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 ja, dat lijkt, alleen, dat was moeilijk ook, maar ergens voel ik me dat super thuis en omdat dat iets is dat ik ook in mijn muziek doe. Um, ik vind dat belangrijk ook dat, dat er in ieder nummer of in, ieder, in iedere plaat een zekere verhaal zit. Of een soort evolutie, dat je wel ergens een evolutie voelt in de plaat zelf. En, en, ja, en in, in een film moet je dat dan in een uurke proberen. En, ja, zo met wat themaatjes dat je laat terugkomen maar wel. Voorzetjes laten veranderen en zo. En, en ja, dat was ja, vrij cool om te doen. Alles over de Belgische cinema op cinevox.be